Super gaaf dat je weer kijkt naar deze nieuwe bemoediging in de serie Jouw autoriteit in Christus. En ik wil vandaag weer spreken over jouw autoriteit over de duivel. Nou, de tekst die ik met je wil behandelen is een tekst die Jezus zelf uitspreekt: het onderwijs van Jezus zelf naar zijn discipelen. Hij zegt: Zie, ik geef u de macht. De autoriteit om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Een enorm krachtige statement. En wij weten allemaal, ik bedoel, alle christenen zullen, zullen beamen en zeggen: Ja, Jezus heeft autoriteit. Jezus heeft kracht en God heeft kracht en God heeft autoriteit. Maar dit gaat verder. Dit gaat verder. Is Het is onderwijs van Jezus gericht naar zijn discipelen, zijn volgelingen. En hij zegt, zie, ik geef u de macht. En dit is wat Jezus ook zegt tot jou vandaag. Zie, ik geef jou de macht om op slang en schorpioenen te trappen. Slang en schorpioenen wordt niet letterlijk bedoeld als, als beesten, dieren waar je op gaat trappen. Maar er wordt gesproken over machten, overheden, duivelse machten. De Bijbel zegt: Jij hebt daar macht over gekregen, Jezus heeft het jou gegeven. Hij zegt dan over de macht en over alle kracht van de vijand: en niet zal u schade toebrengen. Het is dus belangrijk om, jou te, om voor jouzelf te beseffen. Je moet niet over je heen laten lopen. Niet door machten, niet door overheden, niet door demonische machten, niet door duivels. Of dat mensen hebben vaak te veel respect voor de duivel. Terwijl de duivel zou respect moeten hebben voor jou, omdat jij uitstapt in de autoriteit die Christus jou heeft gegeven. Sommige mensen zeggen ja, maar dit is het onderwijs van Jezus aan zijn apostelen. En die apostelen die hadden die kracht. En ik wil graag een tekst met je lezen uit Efeze hoofdstuk 6, waar Paulus onderwijst vanaf vers 12. We zijn een heel stuk verder in de tijd. Hij spreekt niet tot de apostelen, hij spreekt niet tot de gemeenteleden in Efeze. En tegen die gemeenteleden, gelovigen zoals jij en ik, spreekt hij. Hij zegt, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Jezus, zie je onderwijs geven? Op slangen en schorpioenen zul je treden. Paulus zegt vervolgens: Hij zegt het is niet een natuurlijke macht, niet vlees en bloed. Het is geen menselijke macht waar we tegen worstelen en strijden. Maar het zijn overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten waar wij onze strijd tegen voeren. Dan vers 13. Staat, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Op de dag dat je geconfronteerd wordt met deze kwade machten. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. God heeft jouw autoriteit en gezag gegeven. om op te staan tegenover machten van duisternis, slangen en schorpioenen, overheden. wereldbeheersers van deze tijd. En de Bijbel zegt: doe die wapenrusting aan. trek dat aan. ga ermee werken. Poets je pistool niet op. Poets je wapens niet op. Om ze mooi op te hangen. Een mooie Bijbeltekst aan de muur. Een mooi plaatje daar. In het toilet. Op de koelkast. Nee, nee, nee. Dit is materiaal om te gebruiken in het dagelijks leven. Als machten en overheden negatieve dingen zich keren tegen jou. En je beseft. Dit is niet van God. Dit komt vanuit de duisternis. Dan is het tijd om de wapenrusting van God aan te doen. En te begrijpen. Aan jouw gezag en autoriteit. Ge Geven in Christus Jezus, jij zal weerstand bieden tegenover de macht van de vijand en hij zal vlieden en jij zal stand houden. Dat is wat de Bijbel zegt. Wees bemoedigd met dit onderwijs, jouw autoriteit in Christus. Ben je bemoedigd vandaag? Deel dan deze boodschap, like ons, volg ons voor elke dag een bemoediging. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.